Hugo de Jonge werd op tv keihard aangepakt door Jack van Gelder. Eén dag later kwam Gerard Joling langs om daar nog even een schepje bovenop te doen door te stellen dat Hugo drukker is met zijn schoenen dan met politiek. Mag ik het weer over Hugo de Jonge hebben? Wil jij het dan nog even Nee, maar goed, als je drukker bent met je schoenen als de politiek, dan moet je gewoon lekker... Ja, dan is Jack dus heel met je eens. Jack was heel hard. Hij is de enige die niet naar zijn schoenen loopt. Alles, maar dan ook alles wat Hugo de Jonge de afgelopen jaren aanraakte, mislukte. Het is te veel om op te noemen. Een basisschoolmeester op een voor hem veel te ingewikkelde functie. Maar wat heeft Hugo de Jonge ervan genoten? Zelf gaf Hugo aan dat hij het voor geen goud had willen missen. Discriminatie, opruiing, intimidatie en uitsluiting. En ook financieel is er een puinzooi van gemaakt op het ministerie. Waar is die 5,1 miljard in hemelsnaam gebleven? Plots, van de een op de andere dag, stond Hugo de Jonge met een bouwhelm op te poseren als minister van Volkshuisvesting. Alsof die bouwhelm hem een betere minister zou maken. Het zou hilarisch zijn als het niet zo ernstig was. Want ook op de woningmarkt heeft Hugo er een puinzooi van gemaakt. Wat vinden jullie van Hugo de Jonge? Moet hij strafrechtelijk vervolgd worden of niet? Laat het me weten en like en deel dit filmpje zoveel mogelijk.